Vandaag in 't is wat, vreemde vogels. Ik ben geen vreemde vogel, ik heb daar interesse in. Ja? Een waar gebeurd verhaal, maar nu eerst Lucky Sander. Groot nieuws in Frankrijk? Ja, want het zijn natuurlijk sowieso... De wereld draait door, eindigt Standaard met zijn filmpjes. Hoi, ik ben Frank. Hallo, ik ben Marcel. Ik ben Gerardus. Ik ben Martin. Ze worden gemaakt door Lucky TV, oftewel Hagenaar Sander van der Pavert. Nee, zo gaat het niet. Je moet even met het hoekje eerst. Het hoekje eerst. Het hoekje eerst. Mark, het hoekje eerst. Goed zo. Hierboven, op zijn zolderkamertje, zit hij elke dag te ploeteren om een creatief filmpje te maken. Maar wie is Sander nou en hoe doet hij het? Sander begint 's ochtends rond 10:00. Krantje, kopje koffie erbij. En dan moet het filmpje uiterlijk om 7:30 's avonds bij de VARA zijn. Het nieuws volgen is natuurlijk ook een belangrijke dagtaak. Want hoe hou je het nieuws bij? Net zoals jij denk ik. Gewoon het aanzetten en daarna kijken. En dan neem je het op? Ja, ik neem het op, ja. Kijk. En hoeveel uur kijk je dan uiteindelijk tv? Nou, ik heb dat de laatste paar jaar heb ik dat allemaal zo weten in te richten dat ik niet zo heel veel hoef te kijken. Nu beperk ik me eigenlijk gewoon tot een paar nieuwsuitzendingen of iets waarvan ik toevallig weet dat ik het wil zien. Anders dan kost het me gewoon veel te veel tijd. Ja. En is het al klaar voor vanavond? Want ik zie hier al het een en ander liggen. Gisteren was de ene laatste uitzending van Boer zoekt vrouw. En dat is altijd, ik heb 2 keer eerder een Boer zoekt vrouw filmpje gemaakt. En die deed het vrij aardig. Mensen vonden die heel leuk. Hij praatte gisteren met zijn vrouw eigenlijk. En dat was een beetje een typisch gesprekje. En daar zat ik gisteravond naar te kijken. Toen dacht ik, ja, hier kan ik misschien wel wat van maken. Je staat voor een bepaald mooi uitzicht. Ja, dan zou je wel graag arm in arm willen staan. Of een arm om haar heen willen slaan. Of misschien een zoen of even met de hand in de broek. Maakt niet uit. Maar het is ook zo, als jij dit inspreekt dan zelf, let je dan ook heel erg op die lippen. Want het is bijna natuurlijk alsof hij dat zegt. Nou, dat moet natuurlijk. Wat ik doe is, ik zet dat met mijn koptelefoon op, praat ik dat gewoon eigenlijk mee. En dat doe ik gewoon 5, 6, 7 of 10 keer een stukje zin. Net zolang totdat ik in hetzelfde ritme zit. Ja. En dan praat ik gewoon mee als het ware. Ja, goed, en om dan nu... Samen op één kamer denk ik dat nog te snel is. En wat maakt nou een item typisch Lucky TV? Wat maakt het nou dat het van jouw hand is? Ik doe eigenlijk maar wat. Ik zit volledig chaotisch zit ik te knutselen. In je hok hier? Ja. In mijn hok zit ik inderdaad. Dat allemaal in elkaar te donderen. En hoe komt het dat eigenlijk niemand weet dat jij hier op deze zolderkamer zit? Omdat ik dat natuurlijk gewoon van voor me hou. Daar kies je ook bewust voor. Nou ja, waarom zouden mensen dat van mij moeten weten? Je verwacht dan toch meer of een hele grote studio waar jij met heel veel personeel in dienst bent. Ja, nou, die is er natuurlijk ook wel, die hele grote studio. Alleen daar laat ik jullie niet zien. Ja. De een heeft een heleboel opgezette uilen en de ander heeft een verzameling vingerhoedjes. Ja, en mijn hobby is het kweken van kanaries. Wim Stoof doet geregeld mee aan tentoonstellingen waar zijn kleine vogeltjes gekeurd worden. Er lopen daar een hoop vreemde vogels rond. Nou, hoe bent u nou ooit aan die allereerste mooie kanarie gekomen? De eerste kanarie die heb ik gekocht op een vogelbeurs, in Boskoop. En toen dacht u? En daar ben ik steeds mee. Totdat ik een koppeltje had en daar ben ik mee gaan kweken. Toen had u eigenlijk gelijk raak. En toen was het gelijk. Bingo. Toen was het gelijk raak, ja. En sindsdien is Wim niet meer weg te slaan bij zijn vogeltjes. Zijn het dan ook zijn lievelingsdieren geworden? In principe wel, ja. Want als hij, ik denk niet, die 50 jaar vol. Doet het al 50 jaar? 50 jaar, ja. Zijn ze al gekeurd? Ja, die zijn al gekeurd, ja. En wat denkt u? Ik weet het niet, ik wacht af. Meneer Stoop die doet altijd zijn best om goede vogels te brengen, ja, inderdaad. Dus het is weer even spannend? Nou, voor hem wel, maar voor mij is het al bekend, ja. Maar u heeft er wel verstand van? Ik word geacht dat ik er verstand van heb, ja. Hoe heeft u dat geleerd dan? Nou, dan moet je 3 jaar verleren. En dan word je beëdigd als keurmeester.
Het gaat niet zomaar hoor, voor niks. Je moet dus een gedegen kennis hebben van de erfelijkheid en alles. En hoe ieder ras eruit moet zien. U bent wel een klein beetje een vreemde vogel dan, dat u al die dingen uit uw hoofd weet. Nee, ik ben geen vreemde vogel. Ik heb daar interesse in, ja? Mag ik dat niet zeggen? Nee. Toch vind ik het wel een beetje een gekke hobby. Ja? Ja. Ja, misschien voor een buitenstaander wel, maar... Voor mensen die er echt in zitten over tijd, dat is het, nee, is dat geen gekke hobby. Je zou het weer uit moeten proberen. Onze verslaggever is gevlogen zonder vogel. Wij van Tiswat wensen Wim Stoop heel veel succes met zijn kanaries. Vraag je, wat zou u als positief punt over ambtenaren willen zeggen? Iets positiefs. Zou ik iets positiefs zeggen? Straks de straatreacties in Zeg het maar. Filmjournalist Paul van Berkel vertelt je iedere week welke films je kunt gaan zien in de bioscoop. Deze week is er weer genoeg nieuws te zien in de bioscoop. We beginnen met Drive Angry, een nieuwe knetterende actiefilm met Nicolas Cage in de hoofdrol. Hij speelt hierin een man die wraak zint op een bende criminelen omdat ze zijn dochter hebben omgebracht. En ja, de film heet Drive Angry, maar dan ook nog eens 3D erachteraan. Dus verwacht heel veel auto's die de zaal in vliegen en andere verschillende objecten. That baby girl's all I got. My whole life has been nothing but waiting, and now it means something. I'm with you until the end. Oh yeah. You can't stop me. What kind of gun is that? Nou, stuur je mij deze week naar de film, dan zou ik naar 127 Hours gaan. De nieuwste film van Danny Boyle, maker van Trainspotting en Slumdog Millionaire. 127 Hours is het waargebeurde verhaal van Aaron Ralston. Hij is een man die een dag ging bergbeklimmen en maakte daarbij een bizar avontuur mee. Hij klom in een kloof, hij raakte klem met zijn arm onder een rotsblok en moest er uiteindelijk 5 dagen doorbrengen. Maar wat moest hij doen om te overleven? Uiteindelijk heeft hij zijn eigen arm afgehakt. En ik zal het nog maar eens zeggen, dit is een waar gebeurd verhaal. Ongelooflijk, maar waar. En hij is er nog steeds, Aaron Ralston. Wil je zijn relaas zien? Dan ga je naar 127 Hours in de bioscoop. I can do everything on my own. See ya! Bye! Hey there, Aaron. Is it true? You didn't tell anyone where you were going. Aaron Ralston heeft zich uiteindelijk kunnen bevrijden uit die kloof en dit is echt heel bizar. Hij werd gevonden door de familie Meijer uit Voorburg. En zo heeft deze mogelijke Oscar-winnaar 127 Hours ook nog een link met onze regio. Don't give up, Aaron. Do not give up. En welke film zien we op dit moment het liefst? Ik geef je de top 3 van het bioscoopbezoek. Op de 3e plaats staat Yogi Bear, een animatiefilm in 3D. You do come up with some good plans, Yogi. I can't focus on 2e plaats staat No Strings Attached, een nieuwe comedy met Natalie Portman in de hoofdrol. En op de 1e plaats staat The King's Speech. En wie weet zien we die zondag terug bij de Oscar-uitreiking. Vandaag is het de dag van de ambtenaar. Na al die grappen en vooroordelen vonden wij dit het moment om eindelijk eens een keer iets positiefs over de ambtenaar te roepen. Zeg het maar. Nou, daar heb ik niet veel positiefs over te vertellen. Iets positiefs. Zou ik iets positiefs zeggen? Nee, niks positiefs. Ik ben net ontslagen door de gemeente. Zij is net ontslagen, ja, dus dat is niet zo handig. Ik heb een boom omgehakt in mijn tuin. En dan moest ik opeens, ik denk, wat moet ik met die takken? En ik belde op en ze zijn ze gewoon komen halen. We hopen dat ze hard werken. Want? Want je hoort meestal dat ze de hele dag eigenlijk op hun kont zitten eigenlijk. Veel regeltjes. Veel elkaar bezighouden. Dat ze lui zijn. Laat in bed komen. Niks hoeven te doen. Klinkt als een ideaal baantje. Ja. Iets voor jullie? Nee, denk ik niet. Ja, ik ben zelf ambtenaar geweest, dus ik denk dat ik wel over kan oordelen. Want zelf heb ik nooit zo verschrikkelijk hard gewerkt. Ah. Maar ik had dus alle tijd om te kijken hoe andere mensen wel hard werken. Dus u was eigenlijk een echte ambtenaar, precies, zoals de vooroordelen dat klopt. Zeggen. Dat zegt u heel goed. Ik heb het eens een keer meegemaakt, hadden we een presentatie en hadden ze zo'n scherm. En om 5 uur ging opeens dat scherm naar boven, want het was afgelopen. Automatisch? Automatisch. Ik ben er helemaal klaar mee met ambtenaren.
Maar ze moeten er zijn, anders dan functioneert het allemaal niet. Dus het is een noodzakelijk kwaad, zeg ik maar. Dat is het enige positieve wat je wat enige kunt positieve, zeggen. Ja. Dat was hem dan weer. Ook wat? Stuur een mail naar tiswat@omroepwest.nl. Tot slot nog de mop van vandaag. En ik zeg tot morgen. Wat is een garderobe, juffrouw? Ik heb geen idee. Klerenwijf. Oeh.